Heeft verzorgend wassen voordelen in tijden van corona? De voordelen van verzorgend wassen in tijden van corona. Een belangrijk onderwerp. De anderhalve meter maatschappij. Ook voor degene die thuis als professional zorg moeten bieden, is dat belangrijk. De thuiszorg heeft daar zelf een actie op gezet, hebben aangegeven dat daar waar mogelijk de douchebeurt vervangen wordt door wassen zonder water door cliënten zelf. Dat betekent dat de zelfstandigheid toeneemt. 8%. 8% van de mensen die in de thuiszorg nu een wasbeurt ontvangt, kan met de invoering van dit concept zelfstandig een wasbeurt uitvoeren. Blijft altijd mogelijk om daar nog 1 of 2 keer per week een douchebeurt aan toe te voegen, maar 8%, en dat is een enorm aantal mensen, de totale mensen die thuiszorg ontvangen en daar ook gewassen worden. En je voldoet dan mee aan dat protocol, die anderhalve meter. En dat is ook in deze tijd niet belangrijk. We willen graag allemaal af van dit vervelende virus. Het bijkomende effect, ik noemde hem al, zelfredzaamheid, is dan net weer een onderwerp dat heel belangrijk is voor de mensen zelf. Het is al eerder gebleken dat zelfredzaamheid motiveert mensen. Dus op het moment dat je zelfstandig kunt wassen, ook al is het ingegeven door de corona aan de anderhalve meter afstand, je ziet wel dat dit een positief effect heeft op hoe mensen de zorg beleven. En dat mogen we ook niet vergeten. En daarnaast, als je kijkt naar efficiëntie, ik wil het woord eigenlijk niet zo letterlijk noemen, maar we moeten er toch naar kijken. Ook hier staat de zorg onder druk. Hè? Ook zorgpersoneel is ziek. En toch willen we graag goede kwaliteit van zorg bieden. Dus op het moment dat je dat deels kunt overlaten weer aan de mensen zelf, of op een eenvoudigere manier kunt toepassen door die tijdbesparing die we al eerder genoemd hebben, is het een fantastische manier om in tijden van corona efficiënt te werken en die kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden, die we van tevoren al met elkaar hadden. En wellicht door de invoerende concept nog naar een hoger niveau kunnen tillen.